In het Ignatiaanse gebed is stilte een belangrijk gegeven. Stilte met je lichaam, stilte in je geest, ook stilte uiteraard daar rond. Met stilte zijn we vaak niet zo vertrouwd. We hebben eerder de neiging om de stilte te ontvluchten. Stilte wordt soms gelijkgesteld met leegte. En we hebben angst van leegte. Stilte ervaar je soms ook als te veel, als een overdaad aan beelden, aan herinneringen die naar boven komen. Beelden, herinneringen die je misschien niet zo leuk vindt, of die je wel heel leuk vindt, maar die je eigenlijk wel al kent en waar het niet over gaat. Stilte is eigenlijk zo belangrijk omdat het een voorwaarde is om te kunnen luisteren, om gehoorzaam te worden. En als je aan het bidden gaat met een Bijbeltekst, is de bedoeling dat je ontdekt, dat je leert hoe je kan luisteren naar het woord van God. En gewoonlijk spreekt God niet met luide schreeuwen, maar heel zachtjes, heel subtiel, in het bijzonder door bewegingen in je hart, door vreugde, door pijn soms, door hoop, door verschillende affectieve bewegingen in je hart. Hoe stiller je wordt, hoe beter je kan luisteren, hoe fijner je op het spoor kan komen van wat het woord van God in jou teweeg brengt. Van hoe Jezus zelf vaak eigenlijk tot jou spreekt. Stilte is een kwestie van oefening. Stilte is een kwestie van tijd. Stilte is, althans in het gebed met de schrift, een voorwaarde om echt bij de Heer te kunnen komen.